kijken. En nu. Boef. En nu, inderdaad. We kijken naar Viktor Shasherin. En hij gaat rijden tegen een landgenoot, Oleg Bozhev. Niet zomaar iemand, zeker op deze afstand niet, want Bozhev is de wereldrecordhouder op de 1500 meter met 1.53.26. Shasherin was tot en met het grootste deel van de dag van gisteren wereldrecordhouder op de 5000 meter. Maar dat is inmiddels Leo Visser geworden, zoals u weet. Bozhev. Een beetje vertrokken smoel. Hij is niet echt tevreden geweest over zijn optreden de eerste dag. Hoewel hij natuurlijk een goede uitgangspositie in het klassement nog heeft met die derde plaats. En Shasherin stelde een klein beetje teleur gisteren. Die staat nu achtste en is dus met name voor Hein Vergeer de te kloppen man in het klassement op deze afstand. Goed gestart, de twee mannen uit de Sovjet-Unie. En nu eens kijken wat deze kanonnen op de 1500 meter in hun mars hebben vandaag. De eerste baanrecord is al gesneuveld, u heeft het net gemerkt, met die 1.56.07 daarnet van Emminger. En nu eens kijken, Bozhev binnendoor, een beetje ruim uit die bocht. Maar dat hebben we gisteren ook vaak gezien op die 500 meter. Dat is een beetje een probleem met die hele grote snelheid. Daar is de opening, 24.7. Ja, dat is 0,2 seconden onder het schema wat ooit naar het wereldrecord van dezezelfde Oleg Bozhev leidde. 24.7 is een schitterende opening over de eerste 300 meter. En nu Bozhev buiten en Shasherin komt binnendoor en komt er weer naast zo meteen. Let op. Dit wordt een prachtige wedstrijd tussen die beide Russen. Die nu naast elkaar gaan naar de 700 meter lijn. Ligt in het voordeel Bozhev. 53.2. Nog altijd 0,2 seconden onder het wereldrecord. Fantastische rondetijd natuurlijk van 28,5. Daar staat dat wereldrecord. 1,53.26. Gereden op de Alma-Ata-baan van Medeobaan van Alma-Ata in maart 84. Bozhev nog altijd licht aan de leiding. Gaat naar de 1100 meter en doet dat in 1,22.4. Ja. 0,3 seconden onder het wereldrecord. Gaan we dan hier in Heerenveen de tweede wereldrecord meemaken nadat Leo Visser gisteren op die 5000 meter al dat record echt vertulverde in een schitterende race. Hier zijn twee Russen bezig en het is nog steeds niet te zeggen wie het gaat winnen. Want Shasherin komt weer heel dichtbij door die laatste binnenbocht. En ik denk dat Bozhev nog geklopt wordt. Ja, dat wordt hij zeker. Shasherin heeft zich laten voortrekken door Bozhev. En op het laatste stuk besluit hij de rit te winnen. En daar gaan we naar 1,53.10. Wereldrecord. Wereldrecord voor Shasherin. Formidabel gereden. 1,53.10. En de eindtijd van Bozhev, 1,53.52, is natuurlijk ook een uiterst sterke tijd. Maar het wereldrecord dat Shasherin gisteren verspeelde, heeft hij op deze afstand teruggepakt. En kijk naar de puntentotalen. Bozhev 1,17.253. Shasherin 1,17.658. En die man is door Vergeer niet te pakken, vrees ik. Daar zal een ander slagoffer voor gekozen moeten worden. Nog één keer het laatste stukje waarin die Shasherin zo fantastisch wegsprintte van Bozhev. En op deze manier een nieuw wereldrecord realiseert. Het tweede op de baan van Tialf.